De Parliamentarians for Global Action, PGA, hebben vanmorgen een internationale rondetafeldiscussie gehouden. Het onderwerp was effectieve maatregelen tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in Zuid-Amerika. Parlementariërs van Aruba, Guyana, Suriname, Trinidad en Tobago en Venezuela hebben deelgenomen aan de discussie. Volgens Patrick Kensenhuis, voorzitter van de PGA's National Group in Suriname, is deze rondetafel belangrijk om tot concrete acties te komen en hoe er voorkomen kan worden dat mensen gediscrimineerd en of uitgesloten worden. En wij staan voor die bevordering, die beleving van democratie, die bevordering van veiligheid van de mens, die bevordering van non-discrimination activiteiten, die bevordering van geslachtsgelijkheid. En daarvoor gaan we. In 2013 zijn we als PGA gestart met een landelijke campagne over sexual orientation en gender identity. En vandaag zijn we hier om met elkaar te discussiëren. Om, je kan zeggen om die awareness verder te vergroten. Om die discussiemomenten met elkaar te hebben, overleg met elkaar te hebben. En uiteindelijk willen we bereiken dat wij parlementariërs met elkaar in verbinding staan en de nodige kennis en ervaring met elkaar hebben gedeeld en wat informatie tot ons hebben genomen, kennis tot ons hebben genomen, ervaringsmomenten tot ons hebben genomen en dat we verder gaan in promoting van non-discrimination activiteiten. Kensenhuis zegt verder dat er gekeken zal worden op welke wijze democratie, waar de parlementariërs deel van uitmaken, ervoor kan zorgen dat er gelijke rechten komen voor deze groep. De grondwet verbiedt volgens Kensenhuis in artikel 8 dat mensen op een of andere wijze worden gediscrimineerd. Er zijn ook andere artikelen die duidelijk verbieden dat mensen gediscrimineerd worden. Wat we zien in de praktijk en wat we horen is dat mensen toch nog gediscrimineerd worden. Vooral mensen die je zou kunnen kwalificeren als mensen die behoren tot die minderheidsgroepen. En dan kan je bijna zeggen, internationaal is het zo dat inderdaad in alle landen je sprake kan hebben van een discriminatie van minderheden. En daarom heb je dus ook internationale organisaties die zich vooral hebben ingezet om op te komen voor minderheden. En dan kan je ook deze groep zien, de LGBTI groep, zijn ook mensen. En de vraag is, zijn ze geen mensen of zijn ze wel mensen? Als ze mensen zijn, dan hebben ze dus ook mensenrechten. En we zeggen ze zijn mensen, dus ze hebben ook mensenrechten. Dan moeten we kijken naar de zaken die deze groep kwetsen. En kijken op welke wijze wij ook vanuit het parlement uiteindelijk wetgeving kunnen aandragen. Patrick Kensenhuis, voorzitter van de Parliamentarians for Global Action National Group in Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de internationale rondetafeldiscussie over effectieve maatregelen tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in Zuid-Amerika. De roundtable is gehouden in Ramada Hotel aan de Waterstraat.